Je geeft heel veel vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten valse hoop. En je geeft mensenhandelaars vrij spel om boten toch weer de Middellandse Zee op te sturen. Meneer Van der Beek, GroenLinks Amsterdam heeft een merkwaardige uitspraak gedaan dat asielzoekers die niet worden geaccepteerd in andere landen op schepen welkom zijn in de haven van Amsterdam. U tweette daarover dat u dat waanzin vindt. Waarom? In de eerste plaats omzeilen ze op die manier het democratisch proces. Want immigratie is in Nederland niet op stedelijk niveau geleverd, maar op nationaal niveau. Dus een stad kan niet zomaar zeggen, laten wij migranten verwelkomen. Dus eigenlijk een soort minachting voor de democratie, vind ik toch wel een beetje. In de tweede plaats hebben wij in 2015 gezien dat als mensen ideeën hebben van, je kunt naar Europa lopen, dat het dan heel snel heel veel mensen kunnen worden. Voor hetzelfde geld krijg je een situatie waarin er elke week een schip met 1000 mensen arriveert. Ik noem maar even wat. En daarnaast vind ik het eigenlijk ook best wel onverantwoord en misschien zelfs wel een beetje amoreel. Omdat je weet dat heel veel van die mensen door de woestijn heen moeten, over de Middellandse Zee moeten. Daar verdrinken mensen bij, er komen mensen om in de woestijn. Het wordt gebracht als een moreel hoogstaand iets. Er wordt ook verwezen naar de woorden heldhaftig, vastberaden en warmhartig. Uit het wapen van Amsterdam is toch een soort verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, een soort moreel appel. Maar ik denk eigenlijk dat je het ook wel eens amoreel en onverantwoord zou kunnen zien. Je geeft heel veel vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten valse hoop. En je geeft mensenhandelaars vrij spel om boten toch weer de Middellandse Zee op te sturen. Vol te stouwen, Middellandse Zee op te sturen. En daarmee is het natuurlijk ook gewoon echt een heel onverstandig en ook totaal niet constructief plan van GroenLinks. Je moet geen losse vlodders zomaar oplaten. Je hebt als gemeenteraadslid wel de plicht om je iets te verdiepen in de materie. En ze kan prima weten dat het volstrekt onhaalbaar en onuitvoerbaar is. Alleen omdat die boten kunnen helemaal niet hier naar Amsterdam toe varen. Los daarvan, de gemeente gaat er niet over. Je hebt hier Europese afspraken voor nodig. En bovendien speel je ook nog eens de mensensmokkelaars in de kaart. Dat is gewoon buitengewoon onverstandig. En je bent er niet om zomaar even een soort deugdballonnetjes op te laten. Eigenlijk is zo'n uitspraak dus best gevaarlijk, omdat je daarmee een stroom mensen in gang kan zetten, als het ware. Ja, dan zou je een enorme immigrantenstroom op gang kunnen zetten. Ik spreek speciaal niet van een vluchtelingenstroom, want het zijn gewoon voor een heel groot deel zijn het gewoon illegale immigranten uit veilige landen, zoals Senegal. Dat geldt ook voor Ghana, dat geldt voor Nigeria. Dat zijn op zich veilige landen. Of grotendeels veilige landen, waar dus ook een heel groot deel van de mensen wil vertrekken, gewoon puur om economische redenen. Mevrouw de Volkert, die dit eigenlijk heeft bedacht en dat opiniestuk heeft geschreven, die wou helaas niet voor onze camera's verschijnen. We hebben het meerdere malen geprobeerd. Waarom denkt u dat ze wel A zegt, maar vervolgens geen B, niet verantwoording wil afleggen daarover? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig te beantwoorden. Ik vind het wel jammer, want ik had haar mening daar graag over gehoord. Wat nou precies de reden is waarom zij dit voorstelt. En helemaal waarom zij dit in Amsterdam voorstelt. Want de gemeenteraad gaat hier helemaal niet over. Ja, en dan was er verleden week GroenLinks raadslid Seger Ernsting. Die zei dat we begrip moeten hebben voor krakers. Wat is er allemaal aan de hand met GroenLinks Amsterdam? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Afgelopen week. Maar ja, goed, ze zijn de grote partij geworden. Ze hebben nu de burgemeester geclaimd. Misschien zijn ze een beetje dronken van de machtsgreep die ze hebben gedaan. Als het aan GroenLinks ligt, zit de stad straks vol krakers en asielzoekers, lijkt het. Ja, nou, dat met de krakers is natuurlijk ook volstrekt onverstandig. Ik bedoel, dat gaat om mensen die andermans bezit in eigendom nemen. Ja, dat is natuurlijk een heel raar standpunt. Het wordt een soort stad van de piraten. Ja, nou ja, dat moeten we echt niet hebben. GroenLinks denkt, als ik maar wat rond ga rollen in de subculturele modder van die kraakbeweging, dan blijft misschien iets van die modder aan mij plakken. En dat herinnert me dan aan dat rebelse imago dat ik eigenlijk zo graag wil hebben, terwijl ik eigenlijk al lang de establishment zelf vorm. Ja, u vindt het een beetje hypocriet. Ja.